Ik ben eigenlijk gids in de stad en de haven is natuurlijk een uniek terrein. En wij zijn helemaal nieuw hier in de haven, omdat de haven toch een heel belangrijke aansluiting is naar de stad. De havenontsluiting, ook heel veel mensen uit Gent die hier werken. En als gids leek het ons toch een grote toegevoegde waarde om hier ook te kunnen gidsen. Om dat aan de mensen te tonen, wat gebeurt er hier, hoe leeft de haven, welke bedrijven zijn hier, hoe groot is de haven eigenlijk. Want de haven loopt uiteindelijk bijna tot aan de grens. Natuurlijk de historiek rond het ontstaan van de Gentse haven. De meeste van ons hebben geschiedenis gedaan, dat is weliswaar bekend. Nu de hedendaagse informatie over welk bedrijf, wat die bedrijven precies doen, al die technische informatie, dat zal echt wel een paar uren studiewerk zijn. Ja. Voor mij zijn er heel veel nieuwe zaken. Het is ook een handstuk industrie die moet toegelicht worden, wat dat voor een gids niet voor de hand ligt. Dan moet je echt wel in gaan studeren, je in gaan verdiepen. Als je het hebt over de oudere bedrijven die in de haven aanwezig zijn, daar hebben we natuurlijk wel wat informatie over. En dan is het ook heel leuk om te zien hoe dat eigenlijk de haven constant verandert, vernieuwt, hoeveel er moet bijgestuurd worden, nieuwe aspecten die aan bod komen. Dat is wel, ja, heel leuk. We hebben gezien op de rondvaart, passeren we daar op de hoek, een mooi kunstwerk op basis van containers. Ja, dat is inderdaad een kunstwerk, een containerkunstwerk van de kunstenaar Luc Deleu. Het staat er sinds 2007 en het is een rechtopstaande vijfhoek door die vier containers. En het is eigenlijk een symbool, een triomfboog op de grens tussen land en water, dus eigenlijk een toegangspoort tot de haven. Nu die hoogtes en die schouwen en die diepgang. Ik denk dat dat zo tips zijn, afhankelijk van het publiek, dat je dat wel kan gaan vertellen. Normaal gezien tegen april moeten wij wel klaar zijn om dit te kunnen gidsen. Het zal misschien nog met een spiekblaadje zijn, maar het zou toch al moeten lukken.